Suriname heeft niet alleen nationaal, maar ook internationaal nieuws gehaald met de gebeurtenissen van vrijdag 17 februari 2023. Wat allemaal begon als vreedzame protesten op het onafhankelijkheidsplein voor het gebouw van de Nationale Assemblée is uitgemond in rellen, plunderingen en noem maar op. Suriname heeft zich hierdoor internationaal dan ook de zorgen laten halen, niet alleen van die internationale gemeenschap, maar ook van toeristen. Want er is ook dan gelijk een reisadvies gegeven over Suriname. Aan de verschillende fractieleiders van de partijen in de Nationale Assemblée vroegen wij dan ook om een reactie. Dat wij als NPS, vanwege ons karakter ook, steeds aangeven dat wij rechtvaardige uiting, meningsuiting, dat we dat onder alle omstandigheden ondersteunen. Burgers hebben het recht om zich te uiten, burgers hebben het recht om zich te betogen en dat ondersteunen we ten volle. De mensen zijn in een situatie waarbij mensen vinden dat ze het moeten uiten, zoals we zeggen van de mij viering, de mij pina en zo. En dan moet je ook natuurlijk de gelegenheid krijgen. Maar wat we hebben gezien daarna of tijdens die vreedzame, of wat een vreedzame betoging had moeten zijn, dat kunnen we natuurlijk niet goed praten. Je kan onder geen enkele omstandigheid verantwoorden dat je aan goederen, aan bezittingen van zowel particulieren zoals we hebben gezien, de winkels die bestormd zijn en dergelijke, dat kunnen we niet accepteren. We kunnen niet accepteren dat men het DNA-gebouw heeft vernield. Dat soort zaken, dat is natuurlijk strafbaar. En dat kunnen we onder geen enkele omstandigheid ondersteunen. Nogmaals, waar we ons op dan moeten focussen is natuurlijk dat het onderzoek inderdaad gedaan wordt naar wie de mensen zijn die de vernielingen hebben aangebracht. Maar verder denk ik dat we ook moeten kijken naar de situatie van de burger. We hebben ook net in het parlement aangegeven. We hebben de regering opgeroepen om toch te luisteren. Wanneer mensen smasande na no toe. En AXA regering dat hier een lukumie situatie. Omdat we weten dat er daadwerkelijk burgers zijn. Weet, wij zeggen het steeds, elke speech van mij in het parlement. Geef ik het aan de regering. We weten dat er maatregelen getroffen moeten worden. We weten dat in 2020, toen die nieuwe regering aantrad, dat Suriname nagenoeg bankroet was. Maar je gaat allerlei verhalen horen over nee, het was niet zo, er was zoveel geld. Suriname was bankroet. We zaten aan de grond. En natuurlijk verwachten wij als volk dat er verbetering gaat optreden. Wij zeggen van, we weten dat wanneer je herstel wil hebben van die situatie, ga je maatregelen moeten treffen. Maar u zult nagaan in elke speech die ik heb gegeven, regering, heb ik aangegeven, regering, hou er rekening mee dat wanneer je die maatregelen treft, dat er mensen zijn die maatregelen niet aankunnen. Er mensen zijn die daaronder gaan lijden. En dat weten we dat dat pijn gaat doen. Maar je moet ervoor zorgen dat je die mensen beschermt in je systeem. En nu weten we dat de regering vaker zegt van, we hebben zoveel 100 miljoen, zoveel dit beschikbaar gesteld om verlichting te brengen voor de mensen. Maar op een of andere manier komt het niet aan. De mensen merken het niet. De prijzen in de winkels stijgen met de dag. Gasoline stijgt. En natuurlijk heeft dat te maken ook met de markt, wereldmarktcondities en dergelijke. Maar de regering moet kijken hoe ze de mensen beschermt die het bijzonder moeilijk hebben. Want ik zeg het steeds, we hebben er niets aan dat de economie herstellen in 2 jaar, 3 jaar, misschien iets langer. En dat is maar sneuvel. En het toeval wil hebben dat ik erbij was. Ik was vlak in de nabijheid van de ingang naar het parlementsgebouw. En op een gegeven moment hebben we gezien dat zaken uit de hand zijn gelopen. En wat daarna voltrokken, keuren we af. Toch? Die vernielingen, plunderingen, vandalisme, mishandeling. Wat zou ik nog zeggen? Diefstal. Want we hebben gezien dat winkelzaken zijn leeg geplunderd. Mensen, burgers hebben schotverwondingen opgelopen.
een slagen gehad van de politie. Dus we leven ook mee met de benadeelden. En degene die ook op de een of andere manier schade hebben vinden. Maar we hopen ook, want dat is de grote, de rode draad, wel gewoon over het hoofd moeten zien, is dat de boodschap van die demonstratie door de regering is begrepen. Want als dat niet is begrepen, ja, zal de regering niet in staat zijn, dan wel niet bereid zijn, ja, om te werken, ja, naar oplossing, om het leed te lenigen, om de armoede, ja, een stop te zetten, toch, die armoede. Want die armoede is alom en we hebben gezien dat de situatie explosief was en helaas op deze manier tot uitbarsten is gekomen. We hadden het anders en gewild en verwacht dat die massa zou blijven demonstreren op vreedzame manier binnen wet en recht en dat de regering gepast antwoord daarop zou geven. En de frustraties welke zijn geuit op het DNA-gebouw, wat zegt dat aan het parlement zelf en aan jullie als parlementariërs? Dus er is, laat me zeggen, ik denk dat ik het in, moet brengen onder de noemer dat die uitdagingen alom zijn, dat het ook het parlement, wij moeten het accent niet verleggen. Wij moeten ons niet blind staren op die vernielingen en die plunderingen. Ja, we moeten nagaan wat men precies beoogt met die handelingen, met die frustratie. En dat moeten we oppakken. En dat, omdat dat belangrijk is. En je kan zeggen wat je hebben wil. Het leven van alle dag wordt met de dag duurder. En dat zien wij. En die samenleving heeft zich geuit voor een deel op een manier welke wij kunnen brengen onder de noemer van onverantwoord en verwerpelijk. Maar als ik afga op de statement van de president, welke zij zojuist in DNA uit, dan zeg ik van nee. Ik had anders verwacht. Want wat we hebben kunnen destilleren uit de speech van de president, is dat hij zegt van ja, wij gaan maatregelen treffen, veiligheidsmaatregelen, want dat is het. Hij heeft zich nagenoeg beperkt tot veiligheidsmaatregelen. Maar wat je zou moeten doen, je moet maatregelen treffen welke, ik zou zeggen van, geen voedingsbodem moeten creëren om tot soortgelijke handelingen over te gaan. We hebben gekozen om van dit land een democratische rechtsstaat te maken. We hebben ervoor gekozen om in een democratische rechtsstaat te leven. En wanneer wij dat hebben gedaan, dan hebben we ook ervoor gekozen om de spelregels van de democratie in acht te nemen. De spelregels van de democratie zijn vastgelegd in onze grondwet. Toch? En als uitkomst van de spelregels van de democratie is en wordt gehouden algemene vrije geheime verkiezingen, waarvan een parlement tussentijds het resultaat wordt. Ook dit parlement is het resultaat van democratische spelregels. Het huis van het volk noemen we dat. En dan kan niemand, en dan nog niemand, goedkeuren wat hier vrijdag zich heeft afgespeeld. En dat ook die democratische spelregels ons de ruimte geven om onze mening, onze genoegen, misnoegen kenbaar te maken. Maar op een wijze zoals zeker de grondwet dat voorschrijft. En ik denk dat wij ons daaraan moeten houden. Iedereen die een protest organiseert, moet daarvan doordrongen zijn. En moet ook die verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat wij niet hebben geleerd
om haven en goed van burgers te vernietigen en te roven en te beroven en schade toe te brengen aan eigendommen van de staat. Nog minder aan de symbool van de democratie, het parlement, het huis van het volk. Dus ik keur dit af en ik doe een beroep op iedereen om altijd zijn of haar uiterste best te doen om dit ten alle tijde te voorkomen. Wie dan ook, welke protest, welke actie, welke organisatie dan ook leidt, organiseert, iets wil doen, houdt u altijd rekening ermee. Wij zijn ook beperkt door de wetten die we hebben en dat onze handelingen die wij plegen, dat we de verantwoordelijkheid voor onze handelingen moeten dragen ten alle tijden. En wanneer wij over de schreef gaan, dan moeten we ook bereid zijn om in te staan voor de consequenties die daaruit zullen voortvloeien. Maar wat zegt dit aan jullie als volksvertegenwoordigers, maar ook aan die regering? Wij weten met z'n allen dat het niet koek en ei is in Suriname. We weten met z'n allen dat we moeilijke tijden meemaken. We weten met z'n allen, ik heb dat ook gezegd bij de behandeling van de begroting in de eerste ronde in mijn spreekbeurt van voorzitter, we weten dat er kinderen zijn die met een hongerige maag naar school gaan. We weten dat ouders zijn die hun kinderen niet behoorlijk naar school kunnen sturen. Maar op deze wijze vandalistisch bezig te zijn, opruiend bezig te zijn, de staatsveiligheid in gevaar te brengen, mee te doen aan vandalisme, dit is niet de oplossing van een crisis. Dit is de creatie en vergroten van een crisis met meer elementen die eraan te pas komen. En dat is wat wij moeten nalaten te doen. Wij zijn in een land nogmaals waar een crisis is en die regering is bezig. Maar, en de president heeft voor die actie ook aangegeven dat wij het voeren van actie en protest, dat we dat kunnen begrijpen. Er heerst niet een ideale situatie in het land. Mensen worden arm. We hebben programma's die we uitvoeren. We kunnen niet onmogelijk 450 miljoen op maandbasis subsidiëren brandstof. Dat is 15 miljoen op dagbasis. Alleen de Oppenheimer lening $6 miljoen op maandbasis betekent $6 miljoen SRD op dagbasis. Stelt u beide op. 6 miljoen SRD rente Oppenheimer en 15 miljoen SRD dagbasis subsidiebrandstof. 21 miljoen. En dan zit je in een crisis. Je hebt geen geld. Het land is failliet en bankroet. Welke overheid zal in staat zijn om die 21 miljoen elke dag op tafel te leggen? Je zal maatregelen moeten treffen. En die maatregelen worden getroffen. Maar niet alleen die maatregelen worden getroffen. Aan de andere kant ziet u dat er programma's worden ontwikkeld door die regering om die onderste laag van die samenleving tegemoet te komen. 9 miljard SRT is er gesubsidieerd in het afgelopen jaar. Aan brandstof, aan dit, aan dat, aan dat. Van waar oneindig veel voor Peutje Ramonikong. Dus je zal die maatregelen moeten treffen om te gaan naar een situatie waarbij je zegt van luister, dit kan ik wel en dit kan ik niet mensen. Maar omdat je pina dat bij onderzee, dan zit die kong nou een vangnet. Dus die vangnet moet goed uitgevoerd worden, zodat die mensen die 1800 kunnen krijgen, de mensen die voorzieningen willen krijgen. Wat ik persoonlijk vind is dat we minimale basisgoederen moeten geven aan die mensen. Niet gratis, tegen een laag tarief. Dat we dat moeten geven aan die mensen, zodat elke huishouden minimaal eten heeft thuis. Dat moeten we goed gaan napluizen, hoe dat moet gebeuren. Maar ik vind dat we in het kader van die vangnet en die hulp die de overheid geeft aan de arme mensen, dat ook moeten kunnen meenemen. Maar de situatie is niet wat het meeste moet. En het is een situatie waar wij het hoofd koel moeten houden, met elkaar in communicatie moeten treden, met elkaar in discussie moeten treden, met elkaar in overleg moeten treden. Dat is de weg die wij moeten volgen in die democratie. Overleg, consensus om dingen te doen binnen de mogelijkheden en ook binnen de mogelijkheden die er niet zijn.